zijn hier in Heteren. Daar zou een vrachtwagenbrand zijn. Die blijkt in een loods te staan. Met nog een vrachtwagen. En zoals u achter mij kunt zien, de loods is verloren en de vrachtwagen is ook. Daarom ben ik ook gekomen. De brandweer doet het werk wel. Maar hoe gaat het nou met de mensen en wat hebben zij nog nodig? Dus ik probeer daar nu ook iemand voor te vinden die ze daar verder in kan helpen. Want dat levert natuurlijk ook veel vragen op. Hoe gaat het morgen verder? Hoe ga je verder met werken en alles? En belangrijke vragen voor als dit je overkomt. We hebben een tank met 500 liter diesel binnen aangetroffen. En deze is veiliggesteld door de brandweer. Deze werd gekoeld en die is zo weer teruggekoeld dat het geen gevaar meer voor de omgeving oplevert. De oorzaak is nog niet bekend. Dat moet na de onderzoek uitwijzen. Maar er is gelukkig geen asbest vrijgekomen, omdat het niet had in het pand zit.